Welkom allemaal bij deze webinar bodemverbetering en bemesting in de fruitteelt. Mijn naam is Stefan Even, ik ben teeltadviseur boomkwekerij binnen Plant Healthcare. Deze webinar zal ik de moderator zijn. Ik zal de vragen die binnenkomen, die op de chat binnenkomen, zal ik uitfilteren. Die zal ik richting Ramon doorspelen. En aan het einde van de presentatie zal ingegaan worden op alle vragen. Tussendoor kunnen geen vragen gesteld worden, tenminste niet live. Maar de vragen bewaren we even tot het einde, om een beetje de rust in de presentatie te bewaren. Ik stel voor dat ik eventjes het woord aan Ramon geef. En Ramon zal verder ook de hele presentatie leiden. Aan jou het woord, Ramon. Ja, dankjewel Stefan. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Ramon Noutmans, teeltadviseur fruitteelt bij Plant Healthcare. En ben sinds 2017 actief op dit vlak en heb mij daarin langzaam opgewerkt tot volledig specialist op het vlak van bodemverbetering, plantgezondheid, weerbaarheid. Heb daarnaast ook een eigen kleine boomgaard die ik in die tussentijd ook heb omgetransformeerd naar biologisch. Waardoor ik ook uit eigen ervaring heel goed kan beoordelen wat onze producten daarin kunnen betekenen. Ik ga jullie meenemen in de rol van de bodem. Hij is weliswaar op de fruitteelt toegespitst, maar eigenlijk mogen we stellen dat het een universele toepassing is, die eigenlijk bij alle bodems aan de orde is. Waar het niet dat de fruitteelt natuurlijk een blijvende teelt is die meerdere jaren vergt. Bomen staan toch vaak tot 10, 15 jaar. Waardoor deze uitermate geschikt is om deze in een regeneratieve wijze te kunnen beheren. En daar zal ik op ingaan in combinatie met een stukje bemesting. Ik stel voor dat wij met de presentatie starten, Stefan. Oké, mijn contactgegevens heb ik op de start gezet. Dus mochten er later nog vragen zijn die nu misschien niet aan de orde zijn, kunt u me altijd op de bovenstaande telefoonnummer of mailadres mij contacteren. De bodem. We zijn natuurlijk heel erg opgeleid in de kennis rondom de bodem in zijn functie van substraat, planten die op moeten groeien, bemesten met NPK en eigenlijk een hele sterke chemische en fysische benadering. Iedereen heeft zijn opleider ingenoten en ja, weten we eigenlijk niet beter dat we op die manier onze planten zouden moeten kunnen voeden. Echter, de bodem is meer dan alleen een chemische en fysische benadering. Er is ook een hele belangrijke biologische component. En je hebt alle drie deze facetten nodig om een bodem te krijgen die in functie is. We noemen dat de bodemdriehoek. En de rol van die bodem, ja, daar is een heel wezenlijk iets aan de orde. Dat is de organische stof. Die heeft daar in al deze drie facetten een heel belangrijke rol in. En ja, hoe ga je dat meten? Hoe ga je dat inzichtelijk maken? Nou, we hebben daar een aantal methodieken voor beschikbaar. Op de eerste plek de bodemanalyses. Los van voor welke methodiek wordt nagestreefd of welke richting men kiest. Het is vaak een hele chemische analyse, waarin de verhoudingen tussen mineralen inzichtelijk wordt gemaakt. Vaak de pH, CEC-complex. We hebben een chroma-analyse, waarin in feite de bodemfunctionaliteit wordt beoordeeld. Via een chroma, via het uitvloeien van de bodem. En daarin kunnen we aflezen hoe de bodemvruchtbaarheid gesteld is, hoe de organische stof in functie is van de bodem, hoe de humusvorming plaatsvindt, wat de lucht-waterhuishouding is en wat de biologische activiteit is. Dus een heel complex iets wat visueel wordt weergegeven en waar ik ook later in deze presentatie wat meer aandacht aan zal schenken. Vervolgens kennen we een mycriza-analyse die alleen maar op de mycriza's is toegespitst op de wortel van planten, om die dus te meten. Niet alleen de aanwezigheid ervan, maar ook de hoedanigheid. Zijn er sporen in ontwikkeling? Zijn er reserve vruchtlichamen of lichamen aanwezig? Dit wordt allemaal meegenomen in een stukje waardebeoordeling van hoe actief mycriza's op het gewas actief zijn.
Nou, vervolgens kennen we de biologische analyses. Dat wordt in feite de aanwezigheid van biologie, bacteriën, schimmels en andere levende organismes mee geanalyseerd of vastgelegd. Het enige nadeel is dat deze altijd buiten de bodem worden geanalyseerd en daarmee niet representatief zijn van hoe ze in die bodem in samenspraak acteren. Zo gauw bodems uit hun verband worden gehaald of uit hun eigen omgeving worden gehaald, dan kunnen bacteriën exponentieel groeien of juist verkleinen door temperatuurswisselingen en schommelingen. En daarmee krijg je geen realistische kijk meer op hoe de situatie in de bodemfunctie is. Dus daar is nog best wel wat werk aan de winkel om een realistische beeld te krijgen van hoe de biologie in de bodem samenwerkt met allerlei andere organismen. Dan hebben we de bodemscans. Een veriscan is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is een heel belangrijk nieuw fenomeen, waarin best wel wat richting aan gegeven kan worden over hoe goed of hoe slecht een bodem functioneert. Alleen is men nog zoekende naar de waarden. Wat zeggen de data? Wat zeggen de beelden die we krijgen? Het geeft in ieder geval heel veel inzicht in de diversiteit van de bodem. Er is geen vierkante meter grond gelijk. En dat is met een bodemscan heel mooi inzichtelijk te maken. Maar welke waarden we daarin kunnen toedelen, dat is even de vraag. En wij volgen deze ontwikkeling op de voet. En zien daar best wel wat mogelijkheden naar de toekomst toe. We hebben zelf wat ervaring opgedaan met de bodemverandering en de organische stoftransitie in de bodem. In 2018 zijn we bij een klant terechtgekomen die al 4 jaar lang problemen had met zijn bodem. Hij deed het niet, letterlijk en figuurlijk. En dit was de bodemanalyse die toen daar aan ten grondslag lag. Op zich geen gekke bodemanalyses van Eurofins. Normale pH, goede organische stofwaarde, zelfs heel hoog. Hele hoge minerale voorraad, waarbij de opname beschikbaar wat de mensen overliet. Eigenlijk geen bodem waar men zich zorgen over moest maken. Maar desondanks is er een loeibollig bij betrokken geweest. Mensen die probeerden een vinger achter de problematiek te krijgen. En uiteindelijk mochten wij in 2018 ons licht erover geven. We zijn toen gaan kijken van goh, wat is er aan de bodem aan de hand. We hebben toen een nitrietanalyse laten uitvoeren. Nou, dat bleek op zich in de scoreaantal niet extreme lage getallen voor te komen. Maar goed, willen we een functionaliteit hebben van de nitrietas aan de plant, aan het gras in dit geval, dan moeten we wel een getal 40 kunnen halen op de score. Nou, dat was dus zeker ook niet in de orde. Maar het was niet heel erg benard. We hebben toen een chroma gaan maken. En die chroma gaf ons inzicht in de humusontwikkeling. Met de rode cirkeltjes omgeven rondom de humuswolkjes. Dat zegt iets over hoe goed de humusontwikkeling in die bodem aanwezig was. Ondanks dat er een 7,5% organische stof in die bodem was, was de humusontwikkeling heel erg beperkt. Maar verder laat de groene cirkel iets zien over de stralen in een chroma die dus een weerspiegeling zijn voor de lucht-waterhuishouding. Wanneer de stralen vanuit het centrum tot aan het einde van de chroma lopen aan de buitenkant, dan is dat een heel goed teken van een goede lucht-waterhuishouding. Nou, die liet daar ook te wensen over. Voor mij was dat een aanzet om te komen tot een terpels toepassing, waarin een sulfine werd toegepast in combinatie met biovin, in granulaatvorm. En hiermee konden we enerzijds de minerale opname verbeteren, ze waren immers voldoende aanwezig, en anderzijds konden we de schimmeldominantie terugbrengen die ontbreekt om tot een goede humusvorm te komen. Nou, in 2019 zagen we al gelijk daar een verbetering uit voortkomen, waardoor eigenlijk al de eerste tekenen van herstel bezig waren. En dat hebben we ook in 2020 gedaan. We hebben dat heel duidelijk gedaan in 2019 en 2020 met een GPS genomen bodemanalyse. Dus Eurofins heeft met GPS de plekken bemonsterd. Er is vervolgens een chroma van gemaakt van dezelfde grond en er is een
een analyse van Eurofins op losgelaten. Gaf de volgende veranderingen in beeld. Nou, ten opzichte van de vorige keer, wat heel opvallend is, is dat de oranje stof van 7,5 naar 6,1 is gezakt. Maar daarvoor de stikstof totaal bodemvoorraad van 3000 naar 9000 kilogram is gestegen. Met andere woorden, de grond is weer actief in het omzetten van organische stof en daarvoor in ruil stikstof weer toevoegen aan de bodemvoorraad. Ook de calcium werd beter beschikbaar, de voorraad nam toe en zo ook alle andere mineralen. Dit hebben we in 2020 ook herhaald, ook weer met GPS en dan zagen we dezelfde tendens terugkomen. En dit hebben we samengevat in een overzichtje, waarin we dus heel mooi zien dat de totale stikstofvoorraad groeiende is ten koste van de organische stof. Heel veel mensen streven na om organische stofverhoging te realiseren. Dat is zeker niet onwenselijk. Alleen je moet je afvragen of we de organische stof moeten conserveren of dat we die moeten consumeren. Met andere woorden, dat de bodem hem omzet, biologisch, om vervolgens weer met mineralen en stikstof terug te geven aan de gewassen die op moeten groeien. Een heel mooie nevenbijkomstigheid was dat de microhitsanalyse die we in 2019, dus één jaar na toepassing van de terpels, hadden genomen, dat die ook in een hoger niveau zijn terechtgekomen, namelijk met een score van 53. Dit geeft dus aan dat de humusvorming, die een verbetering teweeg gaf, ook een effectiviteitsverhoging teweeg bracht bij de micrita op de gewassen, op de grassen. Wij hebben dit dus nu 2 jaar achter elkaar opgevolgd gehad en hebben ook aangegeven dat we daar even nu mee stoppen. Want op zich, de humusvorming die was al behoorlijk verbeterd. We zagen een uitbreiding van het CSC-complex. Dat komt natuurlijk niet door de klei-fractie en de aggregaten, maar wel door de humusvorming. We zagen toename van de CN-ratio, toename van de totale en beschikbaarheid. En dit ging dus ten koste van de organische stof. Dus die moeten we gewoon in de toekomst blijven voeden om het proces in gang te houden. En we zagen verhoogde microhitsactiviteit. Dus al met al een hele actieve bodem. Nou, wat heeft de boer dan misschien eraan, zullen jullie zich vragen? Nou, hij was in het eerste jaar al in staat om met 6 sneden gras zijn hoogste opbrengst van zijn hele bedrijf te kunnen realiseren per hectare. Waarin dat in de eerste jaren van de problemen maar 1 tot 1,5 sneden gras was, werd dat na 1 toepassing met de terpels gelijk 6 sneden. We hebben dat een tweede jaar toch de terpels weer aan toegevoegd, omdat het een inoculant betreft. Dat wil zeggen dat de bodembiologie zichzelf kan ontwikkelen op de bodem. Maar wij niet zeker waren of die al een voldoende stabiliteit liet zien. Want er kan immers natuurlijk door extreme regenval en nattigheid in de winter ook heel wat anaerobiteit ontstaan. En daarmee ook bodembiologie kosten. Excuseer. Niets was minder waar. In 2020 herinneren we ons het voorjaar en winter was heel nat. En het was juist deze grond die voor de boer het eerste bereikbaar was om met zijn drijfmestton het land te kunnen betreden. Vervolgens kregen we een hele droge zomer. En het was ook weer dit perceel wat we met 1 beredingsactiviteit weer die 6 sneden gras wist te realiseren. Dus voor die boer was het een heel duidelijke succesvolle inspanning van onze kant. Hij was tevreden en we gaan nu kijken in hoeverre deze verbeterde grondkwaliteit ook leidt tot een hogere gewasopbrengst, kwalitatieve opbrengst dat we staan. Dus productie ja, maar wat doet dat met de minerale opname en de verteerbaarheid in de voederwinning voor de koeien? Een ander voorbeeld is een herimplant bij Robert Elshoff, samen met Heijboer, een dealer van ons, in de polder. We zien dat bij fruitwild heel wat herimplantpercelen aan de orde zijn en dat de aanslag van jonge percelen toch wel een hele moeilijke opgave gaat zijn. De vitaliteit laat toch te wensen over na een of meerdere herhaalde herimplantsituaties. Hier hadden appels gestaan en zijn weer appelbomen teruggekomen. En we hebben hier een drietal objecten ingelegd, een nulobject, een terpelsobject op de boomspiegel toegepast en een terpelsobject met injectable universeel, wat een rhizosfeercomplex is.
Wij maken bij ons in PSC een heel duidelijk onderscheid tussen rhizobiologie, de biologie die rond wortels actief is en daar een soort beschermschild genereert, en de bodembiologie die dus in het hele organisch stoftraject een heel belangrijke rol laat zien. Daarin hebben wij, na toepassing in maart, hebben wij in september, begin september, eind augustus, begin september, hebben wij gomas laten maken. En ondanks dat het of eigenlijk juist vanwege het feit dat het een biologische bodem is, zie je wel dat hij een heel hoge score als nulobject te zien is. Terpels zien we daar ook een heel belangrijke verbetering krijgen en de injectable universeel, dus de rhizobiologie plus de terpels, geeft ook daar een verbeterslag in te zien ten opzichte van de nulobject. Wij gaan het nu de komende 3 jaar monitoren. We gaan plantschapanalyses nemen om daar ook in de opname van mineralen een oordeel te kunnen vervellen. En we gaan de producten, de vruchten uiteindelijk ook meten op inhoudstoffen, op droge stofanalyses en op suikerhardheid. Dus op die manier proberen wij de rol van de bodembiologie steeds meer in beeld te krijgen in een positieve bijdrage in de kwaliteitsverbetering, weerbaarheid. Ik wil even met u over de organische bemesting hebben. Organische bemesting is een heel ander systeem dan dat we met anorganische bemesting werken. Helaas zijn we allemaal met de anorganische bemesting opgeleid en denken we daar heel goed mee uit de voeten te kunnen. Maar we zien wel dat daar de beperkingen zich op dit moment voor doen. Omdat vaak de oplossingen van die anorganische denkwijze niet meer met deze kennis is op te lossen. Alleen organische bemesting vergt wel een ander inzicht en een ander kennisniveau. Kennis in het algemeen. Het werkt vaak via een omweg. En dat komt omdat de functie van de rhizobiologie en de bodembiologie essentieel zijn. Dus hoe beter die ontwikkeld is, hoe effectiever ook de organische bemesting gaat zijn. Het werkt heel duidelijk vanuit de behoeften van de plant. En ik wil ermee zeggen dat eigenlijk de plant heel goed weet wat hij nodig heeft. En dat in ruil voor die suikers wat afgegeven worden aan de rhizosfeer, zij in staat zijn de mineralen op te nemen die de plant op dat moment behoeft. Bij anorganische bemesting is het gewoon het oplossen van mineralen die dan via ionenuitwisseling en osmosetechniek in die plant worden gepompt. En daarmee helemaal voorbij wordt gegaan aan de behoeften van de plant. Organische bemesting is altijd compleet, in ieder geval niet beperkt tot de 16 groeimineralen die wij denken te moeten hebben. Er zijn er vele meer ook die wij nog steeds niet kennen en weten. En daarmee zul je altijd voorzien in de hele brede palet aan mineralen die een plant nodig heeft. En zoals ik net al zei, het is niet EC gedreven of ionenuitwisselingsgedreven. Het is gedreven op basis van de behoeften in symbiose met de rhizobiologie van de plant. Wanneer wij over organische bemesting spreken, dan praten wij wel over plant-based, plantaardige meststoffen. En dat is heel eenvoudig, omdat in de natuur het plantaardig systeem leidend is. Wij hebben geen hopen dieren die onze akkers en bossen voeden. Het is overwegend tussen de 90% en 95% of misschien tussen de 85% en 90%, wie weet het, is het allemaal gebaseerd op plantaardig. Bladeren, takken, scheuten, grassen, wortels die afvallen, die verteren en die onder invloed van die omzettingsbiologie, die bodembiologie, omgezet worden tot organische stof en zelfs humuswording. Gaan wij met dierlijke organische plant, met dierlijke organische koolstofbronnen aan de gang, een beendermeel, een verenmeel of een bloedmeel, dan gaan we dus een biologie stimuleren die niet geschikt is of die niet het één op één te peren is met de plantaardige rhizosfeer. En dat geeft dus een mismatch. En dat zien we heel vaak terug in een slechte humusvorming, in een slechte omzetting. Een heel belangrijk voordeel van onze OPF-meststoffen, zowel de granulaat als de vloeibare, is dat de stikstofaminozuur gebonden is. En dat wil dus zeggen dat die heel makkelijk opnemer is en niet uitspoelingsgevoelig is. En dat die uit een koolhydratenbestanddeel bestaat, geeft die heel veel energie, 7000 megajoule per kilogram aan energie. Dit is dus pure Red Bull eigenlijk voor mijn bodembiologie. En dat is dus de dubbelfunctie. Je bent dus enerzijds je bodem aan het voeden
En anderzijds de biologie aan het stimuleren om de organische stof, de reactiviteit van de organische stof in te richten, zodat de planten sneller kan voorzien worden van de mineralen die ze op dat moment nodig hebben. Nou, ik heb net al een beetje de naam vloeibaar en granulaat laten vallen. Dit zijn de overzichten van de meststoffen die wij voeren op dit moment en die dus sinds 2020 in een verbeterde formule zijn voorzien, wat de vloeibare meststoffen betreft. Zij zijn tot een 200 micron grote, fijn gemalen en daarmee heel erg beperkt tot verstoppingen in drupleidingen, in irrigatieleidingen. Dus wat dan gaat, proberen we elk jaar weer ons best te doen om de kwaliteit op een hoger plan te krijgen en daarmee tegemoet te komen aan de behoeften van de markt. De OPF-granulaat is al een heel oud product en daar is een nieuw product aan toegevoegd, waar ik zo meteen ook op terug ga komen. Dat is per 1 januari 2021 beschikbaar. Even iets over de granulaat OPF en de stikstofvrijgave. Dit is een onderzoek die is gedaan door de Bodemkundige Dienst van België. In samenwerking met Proeftuin Panama, meerdere soorten organische meststoffen zijn vergeleken in de afgifte van stikstof. De OPF die komt in een tijdspanne van ongeveer 12 weken vrij, waarin de eerste 4 weken de helft van de stikstof en de andere 8 weken de andere helft. Dus hij geeft een behoorlijke boost aan het begin en is daarmee heel erg vergelijkbaar met een oude Kalkamon toepassing, maar dan organisch en biologisch toegelaten. Dit is heel erg voornaam op teelten die al relatief vroeg uitlopen, ontwikkelen, maar de bodemfunctionaliteit qua mineralisatie nog achterblijven. Dat zien we bij fruit natuurlijk heel sterk het geval. Bomen lopen uit op hun reserve, maar we willen wel rond de 40, 50 kilogram stikstof rond de bloei hebben. Nou, dat moet je dus helemaal doen vanuit zijn reserve. En als die reserve er niet zijn, dan is dus een start stikstof als een OPF en laat heel waardevol. Plus het feit dat hij dus niet uitspoelingsgevoelig is, geeft het ook een hele hoge efficiëntiegraad. En dat maakt gewoon dat het een heel betrouwbaar en stabiel product is om op deze wijze toe te passen. Vervolgens gaat dadelijk de bodem na die OPF-toepassing, de mineralisatie, natuurlijk die stikstofbehoefte gewoon overnemen. En moet de bodemfunctie het verder afwikkelen. Dit is het andere granulaatproduct van ons, de OPF polygranulaat, die per 1 januari 2021 beschikbaar is gekomen. Toen ik deze lang zag komen, vroeg me eerlijk gezegd af, wat moeten we ermee? Maar uit de akkerbouw kwam er best wel wat vraag vanwege de zavel. Het is bekend dat eigenlijk sinds wij overal hele goede regulatoren hebben in de uitlaatgassen dat zwavel niet meer zo talrijk uit de bodem, uit de lucht komt vallen. De zure regen is behoorlijk gereduceerd en daarmee is die zwavel wel heel welkom om de stikstof in zijn transitie steeds meer en meer vorm te kunnen geven. Want stikstof heeft zwavel nodig om te kunnen ontwikkelen naar aminozuur en eiwitcomplexen. En ontbreekt zwavel, dan zien we gewoon dat de omzetting van stikstof naar aminozuur, eiwit, heel moeilijk en traag gaat verlopen. Nou, als het niet uit de bodem komt, omdat het gewoon heel vroeg nat en koud is, zul je het gewoon samen met die stikstofbron moeten bijvoegen. En van daaruit krijgen we ook een hele goede feedback dat dit dus wel degelijk een hele waardevolle aanvulling is op de huidige behoeften. Er zit dus wat extra calcium bij in en in feite is het een mengsel van het OPF en een polygranulaat mineraal. Dit is de afgifte van deze OPF polygranulaat. Jullie zien dat dus heel mooi geleidelijk die zwavel samen met de ammonium, of met de stikstof moet ik zeggen, heel geleidelijk vrijkomt en niet een piek geeft zoals de meeste andere meststoffen dit vrijgeven. En dus heel gedegen en heel lang een nawerking heeft, conform ook de afgifte van de OPF. Dus een product wat heel erg goed op elkaar afgestemd is en daarmee een hoger rendement genereert. Nou, iets over bemesting en weerbaarheid. We zijn natuurlijk vanuit de
andere organische bemesting heel erg op nitraat en ammonium gefixeerd. Want dat is natuurlijk iets wat in de basis heel makkelijk en heel eenvoudig toe te dienen is. Maar het heeft wel behoorlijk wat nadelen. En die zijn ook gewoon bekend. Dus nitraat gewoon heel makkelijk opneembaar in het vroege voorjaar. Kost heel veel energie weliswaar. En is heel erg uitspoelingsgevoelig. Dus ja, het is makkelijk. Maar het rendement is relatief heel beperkt. En we kennen de hele discussie rondom de nitraatrichtlijnen in drinkwater. Het komt niet voor niks dat we flink worden gekort op de mogelijkheden en ruimte met onze nitraatstikstof. De ammonium daarentegen is een heel ander fenomeen. Gaat ook heel makkelijk in zijn opneembaarheid, maar belemmert daarmee andere mineralen in een opname en kan een behoorlijke risico vormen bij de ammonificatie en daarmee ook een stukje abiotische stress, hittestress, gevoeligheid. Bij beide hebben we het altijd alleen maar over stikstof. En dat is eigenlijk een hele tekortkoming, want een plant kan niet alleen op stikstof groeien. Hij zal ook moeten het hebben van alle andere mineralen die gewoon in de OPF voorhanden zijn. Nou, wat is de kracht dan van die OPF? Ik heb ze al een keer benoemd, de vrije aminozuren. En daarmee ook vaak de hele snelle doorloop van nitraat naar complexe aminozuren. En daarmee ook de versterking van de suikerwaarde, de Brix-waarde. En die kan iedereen meten met zijn refractometer. Hoe hoger de Brix-waarde van een blad of van een vrucht is, hoe weerbaarder het gewas wordt. En er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat tussen de 6 en 8 Brix de zuigende schade-insecten interesse, moet ik zeggen, afnemen. En bij een Brix van 10 tot 12 de bijteninsecten sterk afnemen. Nou, dat geldt ook voor pathogenen. Dus er is een 1-op-1 relatie tussen de Brix-waarde in het gewas en de aantrekkelijkheid voor pathogenen. En daar kun je dus in je plantgezondheid heel goed op sturen met onze OPF. Nou, dit is een overzichtje van de aminozuren die in de OPF 723 zitten. De hoogst gehaltige plantaardige aminozuren. Als voorbeeld, de aminogram is wel heel belangrijk, omdat de aanwezigheid van alle aminozuren een heel belangrijk effect geeft op de doorgroei naar complexe aminozuren en suikers. Missen we er 1 of 2 van, dan zien we dat de aminozuursynthese niet voltooid kan worden en daarmee een beperking teweeg brengt. Nou, wat is dan het verschil tussen de verschillende aminozuren? Want er zijn heel wat partijen die allemaal ook aminozuren aanprijzen. Vaak alleen dierlijk of een mengsel van dierlijk en plantaardig. Het grootste verschil tussen dierlijk en plantaardig is dat de dierlijke dus via een chemische hydrolyse plaatsvindt. En daarmee in dit proces heel wat kwetsbare aminozuren zelf vernietigen. De hele kwetsbaar zijn de cysteïne, de triptoftane, de lysine, methionine. Nou, die zijn heel gevoelig en ja, die worden dus door het proces van de dierlijke hydrolyse gewoon geëlimineerd. Maar daarmee wordt dus de synthese bemoeilijkt naar complexe suikers en eiwitten, omdat deze daar wel degelijk een rol in hebben. Nou, vervolgens bevatten heel vaak de dierlijke producten ook natriumchloride, die een extra risico vormen voor verbranding. En dat is ook gewoon een bekend gegeven. En ze zijn te herkennen aan de hydroxyproline aanwezigheid. Dus als een aminozuur product niet aangeeft op het etiket wat de herkomst is, dan verraadt de aminogram de aanwezigheid van hydroxyproline de herkomst. Want deze, ja, die werkt dus antagonistisch in de eiwitsynthese, aminozuursynthese. En daarmee eigenlijk de hele grotere complexe suikers en eiwitstructuren. Dus dat is eigenlijk de voornaamste verschillen tussen dierlijk en plantaardig. Ze doen zeker goed mee. Maar ze hebben een beetje de beperkingen. Dan wil ik jullie even meenemen naar een aantal demo's die we afgelopen jaren hebben ingericht of onderzoeken. Dit is een conferentie in de polder bij een perenteler die de OPF-granulaat, onze plantaardige meststof, vergeleken heeft met de PB-Nitro N13. Omdat die hetzelfde zou zijn en dat die meer stikstof zou bevatten voor hetzelfde geld. En wij hebben toen aangegeven, het is niet hetzelfde product. Het heeft een andere herkomst. Het is ook anders in samenstelling. Ze heeft de N13 een pH van 3,5.
als product en heeft die een behoorlijk hoog zwavelbestanddeel, namelijk 35%. En dat zijn voor ons bodemkundig dingen die niet kunnen. Die lage pH zal zeker geen invloed hebben op de pH van de bodem, maar zal wel degelijk een invloed hebben op de bodembiologie in de bovenste 5 centimeter, waar juist de organische stof omgezet moet worden tot humusvorming. Nou, de zwavel, hetzelfde soort verhaal. Zwavel in 35% is een behoorlijk hoog aandeel wat bacteriën en schimmel dodend effect kan hebben in de bovenste laag van de grond. En dat zijn processen die wij absoluut niet willen hebben. Nou, dat bleek ook. We hebben 4 plantsapanalyses, de bemesting die identiek was qua stikstofhoeveelheid, in het voorjaar in maart toegepast. Vervolgens in juni de plantsappen genomen van zowel de vrucht als het oude blad. En daarin bleek dat de PB-nitro of de N13, die op 100% gesteld is, op heel veel fronten gewoon niet meekwam in de plantsapgehaltes van de verschillende mineralen en suikers in hetzelfde moment vergeleken. En daarmee eigenlijk heel duidelijk juist de stikstof die hoger zou aanwezig moeten zijn en dus ook meer in het gewas moest zijn terug te vinden, die kan juist lager tot uiting in die plantsapanalyses. Zowel op vruchtniveau als op bladniveau. En daarnaast kun je zien dat ook andere mineralen daar best wel onder geleden hebben. Conclusie uit deze demo was dat eigenlijk efficiënter en gebruik bij de OPF vele malen hoger lag als bij de N13. Gemiddeld 18% meer stikstof. En dat was dus in juni 17% en in juli 16%. We zagen dat mate het proces vorderde, de invloed van de bemesting in het voorjaar minder werd en dat de bodemfunctie weer herstellende was. Maar er was een fundamenteel groot verschil in effectiviteit in opname bij OPF versus de N13. Dan hebben we nog een proef van Delphi, die betrekking heeft weliswaar op prei. Maar het ging ze even over het feit dat de uitspoelingsgevoeligheid van een ammoniumstikstof of een nitraatstikstof in vergelijking werd gebracht met de OPF-granulaat. En 3 dagen na een flinke regenbui van 70 mm zijn weer analyses genomen. En dan zie je dat nog gewoon meer als het dubbele, of het dubbele eigenlijk in deze gevallen, nog OPF-granulaatstikstof aanwezig was in vergelijking met de ammonium- en nitraatstikstof die in de bodem zat. Ook de kalium werd veel beter gehouden. Het komt gewoon door de eenvoudige reden dat deze mineralen gewoon organisch gebonden zijn en daarmee minder gevoelig zijn voor uitspoeling. Dit in een vogelvlucht, iets over bodemvitaliteit, bodemontwikkeling, organische stofontwikkeling en bemesting, organische bemesting. Ik kijk even naar Stefan of er nog vragen in de chat zijn binnengekomen. Dus ik wil even jou het woord erin geven, Stefan, om deze met mij te delen. Klopt, Ramon. Er zijn nog een aantal vragen binnengekomen. Een 5-tal vragen. Ik zal ze eventjes stuk voor stuk eventjes voorlezen, zodat ze ook even op volgorde kunnen worden afgehandeld. De eerste vraag is, welke voorbeelden van bodemscans zijn er? Nou, er zijn 2 technieken op de markt. Je hebt de VERI-scan en je hebt het systematiek waar Yannick Smets mee bezig is. En volgens mij zijn ze niet heel erg veel anders dan elkaar. In feite vind ik dat een beetje hetzelfde met bodemanalyses. Je hebt ook verschillende methodieken daarin en de een zegt dat het beter is dan de andere. Ik denk dat je het moet gaan zien als een soort handvat om een oordeel te kunnen geven over wat er in die bodem aan de hand is. En niet of de een in detailniveau beter of slechter is. We zijn heel druk op zoek naar welke informatie die data ook geeft. En wat kunnen we ermee en welke inzicht. Ik verschaf het meer als het stukje geleiding. Want geleiding kun je op heel veel manieren geven. En we hebben ook al vastgesteld bijvoorbeeld dat bij bepaalde scans waar nog wat gebruik werd gemaakt van ijzer in de boomgaard als ondersteuning, dat die een invloed gaf op de VERI-scan. Of op een scansysteem, op een bodemscan.
En dat allemaal inzichten zijn die wij nog niet altijd wisten, maar waar we wel een stukje fine-tuning nodig hebben om daar een stukje betrouwbaarheid en interpretatie aan te kunnen geven. Dus het is zoeken naar van wat zeg ik mij, wat kan ik ermee? En wij zijn druk met partijen als een Yannick Smets van Boomkwekerij Fleuren aan het kijken hoe we onze kennis kunnen koppelen aan de bodemscans techniek. Vaak zien we ook dat we in de grasbaan scannen, terwijl de bomen op de zwartstok staan. En dat daar niet altijd hetzelfde systeem voor handen is als op de grasbaan natuurlijk. Want er worden van bomen die groeien dieper en hebben een heel andere dynamiek als de oppervlakkig wortelende grasmat. Dus het is gewoon fine-tunen en kijken hoe we de data die we vergaren kunnen beter interpreteren. Dan nog even een korte aanvulling op deze vraag van, om even te noemen wat de bodemscanners precies scannen. Wat voor een waarde komt daaruit? Wat ik begrepen heb is dat het puur een stukje geleiding is, een weerkaatsing eigenlijk van de signaal die ze afgeven via een magnetisch veld. En dat die in één op één correlatie zal hebben met de organische stof. Ja. Aanwezigheid. Maar zoals gezegd, we hebben al vastgesteld dat een aangelegde boomgaard in voorbereiding met draad en ijzeren of met aluminium ondersteuning daar een behoorlijke invloed op gaf. Dus het is gewoon puur een stuk geleiding naar de bodem toe en een signaal die dus teruggegeven wordt aan de scan. Oké, dankjewel. De volgende vraag is, wat is sulfine en wat doet het? Nou, sulfine is een onderdeel van de humusbestanddelen in de bodem. Humus is eigenlijk het hele complex wat dat zijn een koolstofketen die door biologie niet meer verder kan worden afgebroken. Dus niet, zoals heel veel andere mensen roepen, koolstof die een jaar in de bodem zit. Nee, het is echt wat meer. De Duitsers praten ook heel fijn over, heel mooi over dauerhumus, datgene wat niet meer afbreekbaar is. En daarin heb je verschillende gradaties. Je hebt humine, je hebt sulfine, je hebt huminezuren. Dat is een heel traject, een palet aan verschillende varianten aan ten grondslag. Waarbij de sulfine datgene is wat door de plant opneembaar is en heel klein is, maar een chelerend vermogen heeft. Dus mineralen kan inkapselen en in die inkapselvorm opneembaar kan laten zijn door de plant. En op die manier kunnen we het ook van de bodem van het CEC-complex afweken als het ware. Want we gaan de lading, waarmee in feite mineralen aan het plei-humuscomplex vastzitten, kunnen wij dus losmaken. Humine daarentegen is een heel groot log koolstofcomplex die alleen maar voorziet in de parkeerplaatsen van de mineralen. Dus een humine toepassing heeft een hele andere functionaliteit als een sulfine. Humine vastleggend vermogen, humine afgevend opnemend vermogen in het gewas, vanuit de bodem in het gewas. En van daaruit kent sulfine ook als bladtoepassing een verbeterde opname van mineralen, maar ook van chemie. Oké, dankjewel. De volgende vraag is, waarom is OPF-granulaat niet uitspoelingsgevoelig? Nou, omdat hij niet als citraat of ammonium zit, de stikstof. Hij is dus aminozuur gebonden. En een aminozuur is een behoorlijk complex koolstofketen die zich heel makkelijk ook aan andere organische stof kan binden. En als bouwsteen van de plant, eigen eiwit of bouwsteen eigenlijk, want het is geen eiwit nog, het wordt een eiwit, heel makkelijk opneembaar is. Dus tweeledig heel makkelijk opneembaar. Anderzijds niet uitspoelingsgevoelig, omdat het niet als nitraat of een ammonium bestanddeel aanwezig is. We vinden hem dus ook niet terug in een nitratcheck, waar alleen maar op nitraat en ammonium wordt gemeten. Omdat de stikstof al in een verder omzettingsproces verkeert als nitraat en ammonium. Nitraat uitspoelingsgevoelig, ammonium vervluchtigend. Oké. Dan komt daarop nog een aanvullende vraag binnen. Als ik het goed heb, ging de stikstofbeschikbaarheid omhoog. Maar welk soort stikstof is dit? Dat is dus de stikstof totaal. Kijk, we kennen andere bodemanalyses die alleen maar zich richten op de nitraat en ammoniumstikstof. Dat is een
een tussenvorm. Hè? Want in feite is het zo dat die stikstof uit ammoniumnitraat ook heel snel omgezet moet worden naar aminozuur en uiteindelijk opneembaar eiwit. Of aminozuur en dan vervolgens in de plant tot eiwit. Vandaar als we dus de totale stikstof meten, dan meten we de totale complex aan stikstof. Dus zowel ammonium, nitraat, maar ook nog de vastgelegde stikstof in snel opneembare vorm of in een koolstofstructuur verpakt die heel makkelijk vrij kan komen. Dus je hebt de stikstofleverend vermogen, dat is een onderdeeltje van die stikstof totaal, hetgeen wat in één jaar leverbaar is, en de rest die nog in de koolstof vastzit, maar wel al in een vergevorderde omzettingsproces verkeerd is. En dat kan allerlei structuren zijn, maar die is niet uitspoelingsgevoelig. Dat is alleen maar de nitraat en de ammonium. Dankjewel. Dan nog een volgende vraag. Wat voor een calcium zit in de polygranulaat en heeft deze invloed op de pH? Dat is een gesteente, een mineraal. En die zal, ja, ik ben er niet heel erg van op de hoogte, dus misschien dat we daar even later op moeten terugkomen, Stefan. Maar in ieder geval, het is een minerale calcium en dat zijn dan vaak calcietachtige of carbonaatachtige structuren. Invloed op de pH is, ja, nihil, is marginaal. Omdat het om zo'n lage gehalte gaat. En laten we wel wezen, de toepassing van een calcium op de pH, dan de bodembuffering is zo dermate hoog en groot, dat dat heel vaak nivellerend werkt. Dat zien we ook bij bekalking. Je moet meerdere jaren achter elkaar bekalken, wil je in die bovenste laag echt wel wat beweging krijgen. En na een bepaalde bekalking zie je ook dat die pH weer terugvalt naar zijn oude, richting de oude waarde. Dus die bodembuffering, zeker bij fruitboomgaarden, waar wortels toch tot een halve, drie kwart meter diep, soms wel tot een meter, anderhalf kunnen gaan, is dat marginaal. Dus ik voorzie niet dat die calcium in de OPF polygranulaat een pH veranderend effect heeft, puur vanwege de beperkte aanwezigheid ervan. Dan hebben we nog een aanvullende vraag ook over de zwavel in de polygranulaat. Of ja, die betrekking heeft op de zwavel in de polygranulaat. Welk percentage zwavel is aanvaardbaar voor het bodemleven? Nou, het heeft puur te maken met, ja, dat kun je niet zo zwart-wit stellen, maar de zwavel in zijn vorm, kijk, als die als zwavelzure ammoniak voorhanden is, dan is dat gewoon desastreus. Elementaire zwavel, die moet ook heel vaak door biologie omgezet worden en is vaak als een soort mineraal of in een soort kristalachtige hoedanigheid voorhanden, die dus een soort bewerking door de bodembiologie moet ondergaan. Dus wat dat betreft is dat een heel andere toepassing dan dat je dat met een anorganische zwavel zou moeten doen. Als we niet vergeten, het behoorlijk sulfaathoudend. En sulfaten zijn ook heel zacht voor de bodembiologie. En daarmee wel heel erg effectief in het niet voorkomen van of het verstoren van processen in die bodem. Oké, dankjewel. Zijn er verder nog vragen of nog aanvullingen, Ramon, op de polygranulaat? Nee, voor zover niet. Ja goed, het is een, ik denk dat een aanvulling is op gronden die relatief laag zitten in de calcium. En daarmee ook een stukje voorziening geeft op momenten dat de calcium moeilijk beschikbaar is. En het zal dus op sommige gronden een hele mooie aanvulling zijn. Maar het ligt wel een stukje beperking op de stikstofvoorraad natuurlijk, die rond de bloedel te genereren. Dus daar zal altijd dan een afweging gemaakt worden. Wat heeft meer prioriteit? Vaak zie je ook dat een OPF wordt gecombineerd met een drijfmesttoepassing, waarmee je dus ook een stukje stikstofvoorziening uit de drijfmest genereert, die ook relatief snel beschikbaar komt. Dus het is de keus aan de teler met welke koolstofbronnen, stikstofbronnen hij het makkelijkste en het meest effectief kan werken. En de beschikbaarheid daarvan is natuurlijk een heel belangrijke. Wat heb ik voorhanden, wat kan ik verkrijgen en wat niet.
Bedankt, Ramon. Volgens mij hebben we alle vragen nu beantwoord. Mochten er nog aan de hand van de presentatie aanvullende vragen zijn, dan kunnen die altijd nog per mail of per telefoon aan Ramon gesteld worden. We willen jullie allemaal bedanken voor de aanwezigheid bij deze webinar. We houden nog een aantal webinars meer de komende periode. Mocht er nog interesse zijn, er kan nog aangemeld worden. Morgen is bijvoorbeeld een webinar over frosttact in de fruitteelt, bonkenkrij en vaste planten. En de komende weken zijn er nog een aantal andere webinars met andere onderwerpen. Mochten daar nog verdere vragen of aanmeldingen voor willen verzenden, zeg maar, dan is dat nog steeds mogelijk via de website. Ik dank jullie allemaal voor de aandacht.